kijkt naar een nieuwe video. Vandaar hebben wij de welbekende dinsdag shopblog. Niet de dinsdag shopblog, maar wij gaan laten alles lekker zien wat wij dinsdag hebben gekocht. Het is nu, als we dit opnemen, 21 juli. En jullie zien het wel verschijnen op mijn YouTube-pagina. Maar we gaan er gewoon lekker doorheen, want dan duurt de video niet zo lang. En dan irriteren soms ook mensen ook niet aan mijn stem. Dus laten we snel beginnen bij de Primark. Je stem? Ja, mensen irriteren aan mijn stem. Ja, ik weet ook niet waarom. Oké. Als eerste heb ik een borstel gekocht. En jullie denken, wauw, waarom koopt hij een borstel? Nou, om je haar mee te borstelen. Dat. Maar mijn haarborstel was helemaal kapot aan het gaan. Dit wat hier, zeg maar, waar dit in zit, dat was eruit, er een beetje af. En van die pinnetjes waren eruit. Dus ik kan weer fijn mijn haar borstelen. En mijn haarborstel van de Forever 21 gaat weg. En deze was maar 2 euro. Wat heb jij allemaal gekocht bij de Primark, Cindy? Best wel veel. Ik heb een spijkerjasje zonder mouwtjes. Hartstikke leuk, met kant. Super chill. 19 euro. Heel voor zomer. Ja, heerlijk zo. Ik heb gewoon een normaal topje gekocht. Voor 3 euro kun je gewoon aandoen over je BH. En dit topje heet Seamless. Oké. Dan heb ik nog een witte. Precies dezelfde als de zwarte, ook 3 euro. En dan heb ik nog een, ja, hemdje. Hemdje slash topje slash lange houding. Je trekt hem wel over je schouders aan. En deze is super leuk. Want ja, met lange mouwtjes heeft hij. I may van der Pelf die ook, maar hij is gewoon super leuk. Geen idee, ik vind hem leuk. Ja, ik en, ben jij leuk. Moet, en jij moet hem weer dragen. Dus. En die was 6 euro. En dan heb ik ook nog zo'nzelfde soort bijna. Maar dan met korte mouwtjes. En deze, die was 3,50. Deze kan echt leuk staan op die mint die Rob die daar hebt. Die van, of die van de H&M. Ja. Daar vind ik me echt leuk op staan, denk ik. Dus je heeft ook wel een zwarte rok. Lekker van die slippertjes eronder. Haan vast in de kont, boven op je kop. En go with the zwembad. Ah, naar het zwembad. Yeah. Volgende item. En dan heeft ze hele lekkere zachte kussentjes. 2 hartjes en 1, ja, wat is het? Een rechthoek. Ja, weet ik niet, maar ze zijn super fluffy. Ze zijn echt lekker zacht. Oké, als jij je binnenwerkkamer wil veranderen, ga dan zeker even naar Primark, want daar hebben ze nieuwe spulletjes. Zie. Heel lekker meer slaapkamer mee op te pimpen. Ja, zeker. Want dit was, ze hebben allemaal vrolijke kleurtjes, flamingo's. Echt van die hele leuke dingetjes. Vriendjes. Ja. Zie. We gaan naar de volgende, dat is Cool Cat. En daar heb ik heel veel gekocht. Ik snoep eigenlijk een klein beetje, want dit is niet van 1 keer, dit is van 2 keer, omdat ik ook nog met mijn vader bij de koeken ben geweest. Maar daarom doe ik het ook lekkerder in de video. Als eerste kocht ik een hemdje. Dat kocht ik dan wel zelf. Wat ik nu laat zien, kocht ik zelf. En ik zeg het er ook wel bij als ik het niet kocht zelf. Oké. Dit hemdje. En dit hemdje was super chill. Ik had hem aan en ik had hem eerst in het wit. En toen dacht ik echt van, nee, een olifant is ontsnapt uit de dierentuin. Zie. En dus ik vond hem in het zwart en toen paste ik hem gelukkig wel. Dus jullie zien mij in de zomer, zien jullie mij met heel dit hemdje lopen. Dan komt er nog een item wat ik zelf heb gekocht en dat was 5 euro als ik dat al had gezegd. Oké, dan dit hemdje en hier staat op Trail en dit is echt heel laag uitgesneden. Super handig. Dit moet je meestal gewoon met je lopen. Zit airco in, waait altijd door. Dit moet je dan meestal met je gewoon zonder hemdje dragen of gewoon blote bas. Maar ik ben niet een van de dunsten, dus ik doe het gewoon met een hemdje. En ik vind het ook wel beter staan zonder hemdje, want ja, voor de mensen die dik zijn, die weten het al waarom. Oké, de volgende items, en die heb ik niet zelf betaald, die heeft mijn pa betaald. Als eerste, eerst een vest. En hier ging mijn zusje eerst mee vandoor, die ze had gezien en die vond ze super leuk. En toen uiteindelijk vond ik hem ook leuk en toen kocht ik hem. Nou, mijn vader kocht hem voor mij. En dat is deze zwart vest. Super leuk. Er zitten overal allemaal ritjes. Kan deze nou open? Ja, die kan open, maar dat doen we maar niet, want dan krijg ik hem niet meer dicht. En het is gewoon een super lekker vest om in te chillen. Dan kocht ik een shirtje. En deze heb ik best wel vaak aangehad. Gewoon lekker om te chillen. Thuis te zitten en shit. Dit shirt en hier staat op Bruce to OB.
Ik weet niet hoe dit zegt eigenlijk. Ja. Je leest het zelf maar. En dan als laatste bij de voorkeur heeft mijn vader dit gekocht voor mij. Een legerbloesje. En ik zocht er al super lang één. En nu heb ik er eigenlijk één. En dit shirt was trouwens 10 euro. Dit was 12,50 en die ook 10 euro. En dan als laatste. En toen. Yes. Bij wie? Ja, maar jij bent ook nog van de boeken, toch? Oh, dat maakt niet uit. Oké, en dan als laatste item heb ik dit. Zie. Voor de mensen die hebben gekeken naar mijn Fashion Chicks vlog, dan weten jullie nog. Die dat stukje dat ik naar buiten ging in mijn setkleding. En dat we naar Albert Heijn gingen en dat ik zo'n jasje aan had. En uiteindelijk vond ik het super leuk. En ik heb het toen ook eigenlijk gekocht. Een ander model eigenlijk, maar wel een soort van inspiration op de jasje wat ik droeg bij Fashion Chicks. 2 december in de bioscoop. Ga er allemaal heen, want je ziet mij. Free reclame. Dus dit jasje en deze was 30 euro, kocht ik bij de Bie. En dan ben ik al door mijn items heen. Ja, bij de Coolcat heb ik 2, ja, wat zijn het eigenlijk? Dingetjes gekocht, een soort van jasjes. Heerlijk om over een jumpsuit, een rokje, echt van die... Wat zijn je nou in de winkel? Van die festivaljasjes. Festival, want die zijn echt van die... Kijk, met van die... Met van die franjes. Yay! Ja, en deze is dan voor mijn zusje met dit printje, want ik kwam zelf ook eerst aan. Alleen op maar... dit staat hem niet zo heel leuk. Ja, ze heeft bijna zelfs maat van mij, dus ik kan gewoon stelen van. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Als je gewoon een simpele zwarte outfit hebt, dit eroverheen, dan kun je het gewoon om. Ja. Op. Maar ik heb nu de zwarte aan dus, en dat was 10 euro al. Dus voor 2 voor 20. Of ja, ze heeft dus tegenkomen voor 20 euro, zo moet ik zeggen. En dan bij de H&M. Een broekje. Gewoon een korte broek, heel simpel. En die heeft ze al. En ik heb hem al in het zwart, wit, legergroen, blauw en nu dus in het bruin. Oh ja, en nog in het bruin met wit en allemaal figuurtjes. Super leuk, want die kun je overal mee combineren. Toen was die 10 euro, maar vandaag was ze dus ook nog in de uitverkoop voor 7 euro. Ja, ze hebben best wel veel sale. De sale loopt nu echt tot zijn einde. Maar we hebben toch wel best wel leuke dingen kunnen scoren in de sale. En dan veel batterijen van de camera. En waren we iets heel belangrijks vergeten van de shoplog. Wij hebben namelijk bij HEMA hebben wij onze Instagram foto's uitgeprint. En daar hebben wij een heel leuk idee mee. Ik ga daar een collage maken voor op mijn muur. En zij gaat een tijdlijn maken. Ja, waarschijnlijk wel met de meiden van de foto. Het is wel super leuk. Ik heb hier bijvoorbeeld een foto met Jami, met Zoe van Tipi Fouai. En met Ines en nog andere foto's die je op zeker kan vinden op mijn Instagram. Heb ik uitgeprint. Die waren super leuk. Ja, ik heb nog een aantal foto's met meiden. Mijn beste vriendin van de volleybal. Ja, we maken eigenlijk alles mee daar ook. Maar daar heb ik inderdaad een aantal foto's, zoals Jamie al zei. Ik ga waarschijnlijk een tijdlijn maken. En ik ben benieuwd uiteindelijk hoe het gaat worden. Ja, het is nog niet zeker of ik dat ga doen. Maar je zult vast wel een foto zien op Instagram. Ja, alle foto's uit Instagram inderdaad. Ja. Als je ze wil zien en je wilt ze liken. Volg haar dan op Instagram en het linkje zal in de beschrijving staan. En ik betaalde, ik heb in totaal 28 foto's en ik betaalde 7 euro. Ik had er 11. 11. En ze betaalde 4 euro. Ja, 3-4 euro. En de service van de HEMA is echt top. Haar foto's waren helemaal verpest. Ja, een paar waren inderdaad niet mooi. En toen hebben ze inderdaad overnieuw mogen doen en ik kreeg mijn geld terug van de foto's. En dan ja, helpen ze je gewoon van hoe het wel moet. En dat was super top. Dus thank you HEMA voor haar goede service. We bedanken jullie echt super erg. Dan was dit alles van de shoplog. Oh nee, de ring van Cindy. Die heeft ze bij Lucardi gekocht voor maar 2,50. Ze is zich met zichzelf alweer voor de 6e keer getrouwd. Zie, top idee. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Als je hem nou leuk vond, doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En al onze Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, everything zal in de beschrijving staan. En dan zie ik je de volgende keer bij een brand new video. Doei doei!